60 jaar geleden werd Overloon door geallieerde troepen bevrijd. Bij de verdere strijd kwamen 800 Amerikaanse en 1800 Britse soldaten om. Het Peeldorp werd volledig verwoest. En vandaag herdacht Overloon het bloedige einde van de oorlog. De militaire begraafplaats brengt voor veteraan Jim Cartwright veel herinneringen terug. Op 20-jarige leeftijd verloor hij hier twee van zijn beste vrienden. Special friends, I mean. There were four of us who were really good friends. One of them trod on a shoe mine. It explodes enough just to remove the bottom of your leg and put you out of action. But Harry trod on one and then fell on one. And Graham, he did exactly the same. So that left two of us. Overloon werd tijdens de hevige gevechten in puin geschoten. Len Welbus kwam na de bevrijding als een van de eerste door Overloon. Kapotte huizen, legio, overal kadavers van vee, munitie, geweren, links en rechts een enkel professorsgraf dat er gauw gemaakt was. Dat was Overloon. Dus er was niets meer van over? Totaal niet. Het dorp Overloon is ook na de oorlog dus herbouwd op een andere plaats. Over een aantal jaren zullen er geen veteranen meer zijn die het verhaal kunnen navertellen. Volgens deze kinderen blijft herdenken toch erg belangrijk. Als we dat niet doen, gebeurt het eigenlijk nog een keer. Kijk, oude mensen, ja, maar zo jong, het is wel iets ergs wat er gebeurd is. Het is niet zomaar niks. I'll never stop remembering them. They deserve to be remembered. And they should be alive, not buried like this.